Ze staan inmiddels op het veld, die van Den Bosch en Go Ahead. De nummer laatst tegen de nummer 5 in de keukenkampioendivisie. En Go Ahead is dus bezig aan een hele goede serie. We zien de opstelling van Den Bosch. Met onder de lat Wouter van der Steen. Twee wijzigingen ten opzichte van de wedstrijd tegen Almere City. Met basisplaatsen vandaag, uiteraard zou je bijna zeggen, voor Felida die er weer is. Van Zutphen speelt in plaats van Lorenzo Suarez Fonseca. Die interland speelt voor Kaapverdië. Den Bosch zonder Paco van Moorsel, kuitblessure. Frank Sturing heeft interland verplichtingen voor Canada. Trotman ook. En ook een aantal geblesseerden in de selectie van De Gier. De opstelling van Go Ahead kent u. Met een basisplaats dus voor Brouwers. Dat gaat ten koste van Jay Itzes die op de bank zit. Hornkamp. Ahanach. Speelt zijn vijfde wedstrijd voor Den Bosch. Sofian Ahanach. Postema. Hier kan Den Bosch gevaarlijk gaan worden. Lastige hoek. Poging van Mats Deil. Gorter die zich niet laat verrassen in de korte hoek. Hoekschop Ahanach. Hij komt terecht op het hoofd van Bas Kuipers. En Go Ahead schakelt snel om. Had dat in ieder geval kunnen doen. Er wordt toch een pas op de plaats gemaakt. Paas van Veldmaten richting Rabiaar. Klas. Die is te kort. Dat is oppassen geblazen nu. Hendricks. Wordt het uitgespeeld door Go Ahead. Uiteindelijk niet. En dus ontsnapt Den Bosch hier aan een tegengoal. Daar die ontzettend slordige bal terug. Verre ingooi van Drosten. Kuipers probeert het en die bal gaat er geweldig in. Wat een mooie goal van Bas Kuipers. Het is een zondagschot van de linksback op maandagavond. En een hele mooie voorsprong voor Go Ahead. Daar kan Van der Steen niet bij. Lijkt niet zoveel aan de hand voor Den Bosch. Maar daar is Bas Kuipers. En 0-1. Junior van der Velde. Meerveld. Hornkamp. Aardige balbehandeling. Jis Hornkamp. En deze redding zeer noodzakelijk van Gorter. Daar verslapt Go Ahead even wat. Zo is het niet zo in de eerste 25 minuten dat Den Bosch, de hekkensluiter, wordt weggespeeld door Go Ahead. Zeker niet. Maar voetbalt Go Ahead wel makkelijker in de Vliert. Zelfs iets meer balbezit voor Den Bosch. Klas. Goed balletje. Kans voor Postema. Die moet er eigenlijk in. Hele goede redding van Gorter. Maar als je wat wil in deze wedstrijd, dan moet je dit soort kansen benutten. En dat weet Romano Postema zelf ook. Drosten. Sterk verdedigd door Van Hedel. Bottos. Kuipers is hem kwijt. Postema. Go Ahead probeert de druk er wel op te houden, maar op deze manier, door snel van kant te wisselen, komt Den Bosch eruit. Hier weer de versnelling van Van Hedel. Wat kan hij nu? Van Hedel! En weer een redding van Gorter, die genoeg te doen heeft in de eerste helft. Gaat maar een keer voor zijn eigen kans, de linksback van Den Bosch. Drosten.
misser van Velida. Dus hier de mogelijkheid, maar de hoek ontzettend lastig voor Hendricks. Waardig verdedigd door Velida. Dit is Rabiaar. Belangrijke redding van de keeper, maar toch de goal. Ja, toch de goal. Het is 0-2 via die Griek, Giannis Bottos. 0-2. En dat begint eigenlijk met die defensieve flater van Velida. Want die zit er hier helemaal naast. Uit balans gebracht misschien ook wel door Bottos. Hendricks krijgt die bal uit die hoek er natuurlijk niet in. Opgepikt door Antoine Rabiaar, die hem bijna kwijt is, maar toch weer terugvindt. En via Van der Steen valt de bal voor de voeten van Bottos. En staat het 2-0 voor Go Ahead. Postema. Goeie bal van Postema. Hoornkamp. Postema sluit aan en nu is hij weer niet trefzeker. En Hoornkamp daarna ook niet. Omdat Gorter gewoon vlijmscherp is, de keeper van Go Ahead. Die wel wat aangeslagen is na deze reddingen. Krijgt de bal misschien wel hard in zijn buik geschoten. Hoornkamp hier met het hakje. Postema met het schot in de korte hoek. En daarna Hoornkamp zelf. Tot twee keer toe weer uitstekend gekiept door Jay Gorter. Nu dan eindelijk terreinwinst voor Den Bosch. Bewerkstelligd door Meerveld. Dit is Postema. Met een goede voorzet. En de kopbal van Hoornkamp. Met daarachter ook nog Ahanag. Die bal ook graag had willen hebben. Velida en Ahanag. Uur gespeeld in de Vliert. Postema. En weer een corner. Voor de ploeg van Jack de Gier. Hier de corner van Ahanag. Dat is een beste bal. En dat levert ook bijna een kans op. Eigenlijk moet zo'n goede trap een kans opleveren. Dit is Velida. Buitenom bij Rabiaar. Velida richting strafschopgebied. En dan wordt het een strafschop. Ja, Rabiaar doet dat heel onhandig. En Velida verdient dit. Dwingt het af. En de bal gaat op de stip. Slim voorlangs gekruist. Door Velida die dan wacht totdat het contact er is. En dan moet Rabiaar wel zo slim zijn om daar weg te blijven. Wat kan Gorter voor rust zo sterk onder de lat bij Go Ahead. Nu oog in oog met Jis Hoornkamp, de topscorer van Den Bosch. Hoornkamp en hij zit erin. En zo is de spanning terug in de Vliert. En maakt Hoornkamp zijn 11e in dit seizoen. Eigenlijk geen schijn van kans hier. Jay Gorter. Goeie penalty van Hoornkamp. Die nog wat doodt met de keeper. Moulenga gaat dus in de ploeg komen bij Go Ahead. En hij is niet de enige. Ook Jay Itzes lijkt zich op te gaan maken voor een invalbeurt. Hoekschop Go Ahead. En een vrije kopkans. Dat scheelt bijzonder weinig. Daar was bijna Beukema met zijn 8e. Helemaal vrij komt hij, de centrale verdediger van de ploeg uit Deventer. Moulenga dus in de ploeg. 6 goals gemaakt voor Go Ahead. Sinds zijn terugkeer op de Nederlandse velden. Op dit moment speelt zijn land Zambia tegen Zimbabwe. Hier komt de mogelijkheid voor Go Ahead om er 1-3 van te maken. Maar uiteindelijk is de hoek te lastig voor Eersteling. Zo maakt zijn ploeg er in de tweede helft een echte wedstrijd van. Ingeleverd door Boyd Lucassen. Gorter. Eersteling. Gorter is op tijd terug. En de aanval van Go Ahead loopt heel mooi door. Met een goede voorzet van Itzes. En een kans voor die andere invaller, voor Martijn Berde.
Uitstekend gevoetbald door de ploeg van Kees van Wonderen. Dat begint bij de keeper. Uiteindelijk de voorzet van Itzes, die uitstekend blijft kijken. Moulenga teleurgesteld dat hij niet kiest voor hem. Nou, behoorlijk zwak afgerond. Handig verlengd door Postema. Bolsius. Weer moet Go Ahead verdedigen. Bolsius. En hier de kans. Postema. En hij zit erin. Via heel wat benen. En ook misschien nog wel via de binnenkant van de paal. Maar het staat 2-2 in de vlier. En wie raakt de bal dan het laatst? Postema. En uiteindelijk is het een eigen goal van Jeroen Velpaat. Hornkamp in één keer door naar Bolsius. Postema, die zo'n belangrijke rol had bij de goal. Romano Postema, lekker schot zeg. Ook een geweldige redding van Gorter. Hornkamp, snel gegooid. En wat levert dit dan op? Invallen Kuipers. En hier een strafschop. Ja, nu gaat hij weer op de stip. Weer een penalty voor Den Bosch. Nu naar de overtreding op Ringo Meerveld. En dus weer dat duel nu tussen Hornkamp en Gorter. En weer raak. Zo zeg, daar is geen kruid tegen gewassen. 3-2 voor Den Bosch. Fantastisch raakgeschoten door Hornkamp. En iedereen die kan koppen bij Go Ahead is voorin te vinden. Drosten. Bijna Beukema. En dit is een eigen goal. Dat is wel erg onfortuinlijk, zeg, voor Den Bosch. Een eigen doelpunt van Jorn van Hedel. En 3-3. En wat wordt dit dan een spektakelstuk. En zo eindigt het op deze maandagavond spectaculair tussen Den Bosch en Go Ahead Eagles in 3-3.